Al hetgene wat jij precies nu doet, het bankdrukken, wil je juist van mij denken. Welkom Stekkerbroeders bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben wij echt een razend interessante vraag van Chris. En ik heb er echt gewoon zin in om dit te beantwoorden. Chris, ook hartstikke bedankt dat je je vragen hebt ingestuurd natuurlijk. Chris die traint thuis. Hij heeft wat materialen, een led pull down, wat dumbbells, barbells, etc. Alleen hij heeft wat schrik, hij is wat bang voor de grotere lifts. En met de grotere lifts bedoelt hij het benchen, deadliften, squatten. Benchen, dat doet hij wel, die voert hij uit. Maar de andere twee grote lifts, het squat en het deadliften, dat vindt hij eng. En waarom vindt hij dat eng? Omdat hij last heeft van ronde schouders. En hij wil weten hoe hij dit permanent op kan lossen. Dus Chris, jij hebt last van ronde schouders. Als mensen niet weten wat Chris daarmee bedoelt. Hij loopt een beetje zo waarschijnlijk. En hij durft het niet te squatten en niet te deadliften. Bankdrukken doet hij wel. Chris, om jouw vraag te kunnen beantwoorden wil ik even een soort van korte introductie over het lichaam geven. De reden dat jouw schouderbladen naar voren staan is doordat de borstspieren, de pectoralis, deze schouderbladen naar voren trekt. Je voorste deltoid, die trekt je spieren, de schouderblad, ook naar voren. En waarschijnlijk het bovenste gedeelte van je trapezius, die trekken je schouderbladen wat omhoog en ook naar voren. Dit is, heel overdreven natuurlijk, zo ongeveer zit jouw lichaam nu in elkaar. Wat willen we dus gaan doen? We willen natuurlijk zorgen dat de tegenovergestelde spieren van de spierroepen die ik net opnoem, die schouderbladen naar achteren toe trekken en ook naar beneden toe. We willen dus zorgen dat die latissimus wordt geactiveerd. Dat die achterste deltoid wordt geactiveerd. Zodat die naar achteren trekt. En de infraspinatus, et cetera. Dat die allemaal naar achteren worden getrekt. Ik zal even hier een lijstje met wat spieren laten zien die zwak zijn. En spieren die nu sterk, strak of overspannen zijn, om het zo maar te zeggen. Er zijn spieren dominant in je lichaam. Heel veel mensen hebben natuurlijk last van wat spieren die wat sterker kunnen zijn dan de andere spieren. En daardoor trek je je lichaam eigenlijk in een verkeerde vorm, in een verkeerde houding. Het is heel interessant dat jij zegt, ik durf die twee oefeningen niet te doen. Wat jij aan het doen bent, is bankdrukken. Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen. Wat doe jij met het bankdrukken? Dit. Welke spieren worden er nu sterker? De spieren aan de achterkant of de voorkant van je lichaam? Vanzelfsprekend de spieren aan de voorkant. Je traint natuurlijk je borst. Dus het enige wat je op dit moment aan het doen is die schouderbladen alleen nog maar meer naar voren en naar voren aan het trekken. En je doet, als ik het begrijp uit jouw vraag, niet heel veel voor je rug. Misschien met die led pull down kan je nog wel het een en ander doen. Maar je durft de andere twee lifts niet te doen. Terwijl ik nu op dit moment zou adviseren, juist, doe deze wel. Doe deze wel. En laat het bankdrukken even een tijdje zitten of maak je wat minder herhaling mee, et cetera. Focus op die twee grote lifts. Ik zal je vertellen waarom. Als wij kijken naar een squat. Ik voer mijn squat wat op de Amerikaanse manier uit. Vind ik persoonlijk fijner. Ik leun wat voorover. Mijn ellebogen die steken vrij ver naar achter toe. En op deze manier squat ik. Wat er nu gebeurt is dat er een erge spanning op mijn borst komt. Ik moet mezelf erg openen. Ik moet mijn schouderbladen naar achter toe brengen. Zoek eens op een Olympische stijl squat. Wat gebeurt er met die schouderbladen die aan de achter zijn? Een Olympische stijl squat komen mijn handen wat meer richting mijn ellebogen. Die zijn ongeveer recht boven elkaar. Kijk wat er met mijn lichaam gebeurt. Dit. Ik ben nu wel verplicht om heel deze regio te stretchen en mijn schouderbladen alles naar elkaar toe te trekken en in een juiste houding te forceren. Dus begin eens met Olympisch stijl squatten, zodat je geopend wordt. Het tweede, jij zei dat je mijn video over de deadlift hebt gezien. Ik weet daar niet meer precies de naam van, om heel eerlijk te zijn. Hoe dan ook, conclusie van die video en van meerdere video's die ik maak. Je kan, als ik nu aan het deadliften ben, op deze manier een gewicht omhoog deadliften. Of ik kan door simpelweg aardig wat gewicht van de deadlift af te halen en even te focussen op die schouderbladen naar achter lopen en naar beneden toe te trekken. En vanaf nu beginnen met deadliften. Mijn schouderbladen bewegen niet. Het enige wat die doen is stabiliseren. En door dat omhoog te trekken, maak ik mijn borst dus weer groot. Dit is een goede, juiste deadlift positie. Dus die twee oefeningen juist gaan doen, zodat je de achterkant van je lichaam traint en dat meer opent.
Zoals ik al zei, als je gaat deadliften, haal dan wel aanzienlijk wat kilo's van je deadlift af. Je bent er heus wel sterk genoeg voor, maar de spieren achter in je rug, juist die kleine spiertjes die ik net heb opgenoemd, die zijn juist niet sterk. Die zijn zwak. Die doen niet heel veel, die stabiliseren eigenlijk alleen maar, bewegen niet in die oefening. Hoe los jij dit permanent op? Dat is een heel lastige vraag voor mij om te beantwoorden. Maar ik heb, zoals meerdere mensen weten, ook wat complicaties in mijn lichaam, zoals heel veel mensen. Hoe los je dit permanent op? Dat is een beetje in de staat van, hoe erg is het naar voren? Heb je er heel erg last van? Is het 1 jaar zo? Is het 10 jaar zo? Ben jij 50 jaar? Ben je 15 jaar? Dat zijn natuurlijk allemaal factoren. Hoe erg stretch jij? Hoe vaak train je per week? Etcetera. Het allerbelangrijkste is met een houdingcorrectie. Wat doe jij de rest van de dag? Jij kan 3 keer in de week een uurtje gaan sporten en alleen maar focussen op die rug. Focus op die rug, alles groot maken. Maar in een week zitten 176 uur. En als jij die 3 uurtjes wat aan het doen bent en de andere 174 uur voorover loopt. Zoals in mijn andere video al een keer heb laten zien, toevallig een week of 4 geleden, met een telefoontje loopt. Aan het autorijden bent, een schooltas aan het tillen bent, achter je computer aan het werk bent, dan gaat dat uurtje, dat 3 keer dat uurtje trainen in de week, gaat helemaal geen effect hebben. Dus dat is tip nummer 1. Denk eens na en ga eens in het dagelijks leven eens kijken wat je doet, kijken en voelen wat je doet en kijken of je meer rechtop kan lopen door daar alleen maar de nadruk op te leggen. Nummer 2, wat ik heel belangrijk vind, is slaap. Ik sliep altijd op mijn buik, daardoor heb ik eigenlijk mijn rug verziekt. Toen ben ik gaan leren om op mijn zij te gaan slapen en nu slaap ik op mijn rug. Valt nog niet mee, ik word zeker nog wel eens wakker. Maar ik slaap nu op mijn rug. Waarom doe ik dat? Zodat mijn lichaam ook vlak wordt. Als ik rechtop sta en als je mij nu inbeeldt, een kwartslag gekanteld en ik lig plat en ik zit in mijn slaappositie, dan is mijn hele lichaam recht in een juiste, perfecte, correcte lijn als dat ik rechtop zou staan. Dus vlak op mijn rug slaap. Ik slaap ook niet op een kussen. Ik slaap echt helemaal kaarsrecht. Klein kussentje onder mijn benen als je dat lastig vindt. Als je dat ook eens wilt proberen. Klein kussentje onder je benen. Zodat je nog wel een natuurlijke lordose en kyphose de golf in je rug wilt behouden. Daarna komt eigenlijk pas waar eigenlijk heel YouTube, waar eigenlijk iedereen op focust. Dat is stretchen en versterken. En dan vind ik stretchen vind ik nog belangrijker. Want je kan een spier nog zo hard trainen, maar als de tegenovergestelde spiergroep hem geen ruimte geeft om naar achteren toe getrokken worden, moet deze spier ook hard gaan trekken. En als alle twee harder gaan trekken, dan heb je kans dat ze of in een goede positie worden getrokken of de boel gaat omhoog of omlaag en dan ben ik nog verder van huis. Terwijl als jij een spier ontspant, dan heb je 1 zwakke spier en 1 dominante spier die je wat ontspant. Dan kan die je wat ruimte geven om in een rechtere positie te komen. En heel vaak is ook het geval dat je spiergroep niet te zwak is, maar 1 spiergroep te sterk is. 1 spiergroep heeft normale kracht. Die is normaal van sterkte en 1 spier is gewoon simpelweg te sterk. Dus je wilt die juist rollen. Zoiets met, die heb ik toevallig hier liggen, een bal natuurlijk. Kan je die spiergroep aan de voorkant bijvoorbeeld in een deurkozijn, pas ook al verteld in een andere video, kan je die los gaan rollen of je kan een foamroller gaan gebruiken. En voor jou specifiek zou ik deze foamroller, eens kijken of dat gaat, achter mij willen plaatsen. Ik ga plat op de grond liggen. Ik plaats de foamroller achter mij. Ik doe dit ongeveer op verschillende hoogtes. Wat hoger, wat lager. Ik strek mijn armen helemaal. Vingertoppen helemaal strekken. En helemaal achterover leunen. En dat 3 keer een minuutje volhouden. Het stretchen ook. Daar maak ik ook wel aparte video's over. En kun je ook op internet heel veel vinden. Maar conclusie van dit verhaal. Hetgene wat jij precies nu doet. Het bankdrukken. Wil je juist vermijden. En juist die andere 2 lifts lekker leren. Doe dat gewoon. Lekker met een rustig gewicht. Lekker laag. Gecontroleerd uitvoeren. Rustig gewicht. Een beetje een licht gewicht. En rustig uitvoeren. Gewoon gecontroleerd. En leer die basis aan. En leer vooral dit. Leer dit naar achter te brengen. En naar beneden te brengen. En stretch voor de rest. De spiergroepen die ik net heb aangegeven. Total strength. Ignite your fire. And grow stronger.